Klopt, dankjewel Paulien. Dus zoals Paulien al gezegd heeft, ben ik ergotherapeut, ben ook gezondheidspromotor en sinds 2 jaar ongeveer aan de slag als doctoraatsonderzoeker binnen het team voor de onderzoeksafdeling van doelgerichte zorg binnen de academie. En doelgerichte zorg is, zoals Paulien ook al heeft gezegd, is geen nieuw verhaal. Het is een verhaal al een tijdje geleden geschreven is, maar uit de academie sinds 2, 3 jaar mee zijn schouders ondergezet heeft. En waar wij binnen onze onderzoeksafdeling eigenlijk willen toewerken naar praktische handvaten, een soort van interventie om jullie, zoals ik gezegd heb, die leidraad, die handvaten aan te bieden om die doelgerichte zorg toch in de praktijk te brengen. Ik denk dat het interessant is vanuit verschillende blikken. Ik vermoed ook dat we met heel veel verschillende disciplines van de tafel zitten vandaag. En vanuit beleidsmensen, maar ook mensen die of hulpverlening ziet, patiënten contact hebben, maar misschien ook patiënten zelf. Dus ik denk die 3 invalshoeken die zeer interessant zijn. En vandaag, we willen toewerken naar die leidraad, naar die handvaten, die interventie voor doelgerichte zorg. Maar daarvoor was het ook heel belangrijk om inzicht te krijgen in wat er juist inhoudt, dat concept. Het was nog niet voldoende gedefinieerd, dus we hebben het laatste of voorbije 1,5 jaar daar zeer sterk op gefocust. En ik wil jullie in de komende 40 minuten, ik ga lang aan het woord zijn, eigenlijk meenemen in ons verhaal. In het verhaal van hoe dat wij nu het concept definiëren en beschrijven. Dus dat is hetgeen wat ik jullie vandaag wil doorloodsen. Maar vooraleer dat ik daartoe kom, wil ik jullie ook wel eerst laten kennismaken denk ik, met het medisch model. Een model dat denk ik jullie niet allemaal onbekend is, waarop dat momenteel zorg voornamelijk, niet steeds, maar voornamelijk op gebaseerd is. Dus een zeer lineaire benadering van zorg waarbij dat je eigenlijk echt wel gaat toewerken naar de oplossing voor een probleem. Hè? Dat iemand een diagnose krijgt, we gaan die diagnose proberen op te lossen, wat zeer geschikt is voor patiënten of personen met acute problemen. En dat zeker nog altijd tot zijn recht komt. Maar dat we misschien wel in vraag moeten stellen als we willen toegaan naar, ik spreek vaak vanuit de invalshoek van mensen met een chronische aandoening, maar ook gewoon in het algemeen mensen met complexe problemen, mensen waarbij je weerstand gaat botsen, of waarbij dat die normale medische benadering van zorg, de lineaire benadering, misschien niet allemaal volledig beantwoord aan wat zij nodig hebben. En een van die doelgroepen is eigenlijk zijn die personen met een chronische aandoening. Omdat we zien dat die mensen heel veel te maken hebben met heel veel verschillende taken. Die hebben eigenlijk bijna een voltijdse bezigheid om te gaan met die aandoeningen. Die moeten rekening houden met verwijzingen. Ze hebben heel veel verschillende trajecten lopen om toch maar al die aandoeningen of hun gezondheid op peil te houden. En we zien dat dat heel versnipperd kan overkomen, dat die personen heel overweldigd kunnen worden met al hun die taken, verwijzingen en noem maar op. En dat we dan toch een keer moeten nadenken van oké, hoe kunnen we toch tegemoetkomen dat voor die personen haalbaar blijft, maar dat zij voornamelijk ook het gevoel hebben van kijk, alles wat ik moet doen om mijn gezondheid op peil te houden, is ook voor mijn eigen en ik kan gemotiveerd niet zijn. En wat er vanuit in de literatuur wordt neergeschreven, is dan van kijk, als we die zorg willen gaan aanbieden voor die personen met chronische aandoening of voor complexe problemen of die bredere populatie, dan moeten we misschien toch loskomen van what's the matter with the patient? Wat is het probleem van de patiënt? Echt vanuit de invalshoek van als hulpverlener van welke zorgen moet ik hier aanbieden om die gezondheid of dat probleem op te lossen? Richt naar dat medisch model. Naar eigenlijk wat matters to the patient. Wat doet er toe voor de patiënt? En hoe kunnen we dat probleem... hoe kunnen we toewerken naar die noden en die wensen van de patiënt? En om daaraan te beantwoorden, wordt eigenlijk het concept van doelgerichte zorg naar voren geschreven. En we komen van, waar ik niet bij stilgestaan heb, maar dat we wel allemaal weten, van die demografische verandering, die vergrijzing, we worden allemaal ouder, het zorgsysteem verbetert alleen maar. Maar we krijgen ook meer te maken met chronische aandoening of complexe problemen. We hebben de ziektegerichte richtlijnen die we daarbij in vraag kunnen stellen. Die komen misschien niet allemaal tegemoet aan die noden van die personen. Dus we moeten eigenlijk gaan kijken, oké, hoe kunnen we die chronische zorg wat gaan herdenken. En het concept van doelgerichte zorg, zeer interessant, maar we merkten van, kijk, dat concept, allemaal goed en wel, maar het is voor ons nog niet duidelijk wat dat inhoudt. Er is nog geen eenduidige definitie daarover die je nodig hebt om uiteindelijk ook iedereen te kunnen overtuigen of mee te krijgen in dat verhaal van doelgerichte zorg. Dus er was eigenlijk een noodzaak om daar een algemeen begrip voor op te stellen en
om met dezelfde woorden over het concept te kunnen praten. We zijn daar een antwoord op gaan bieden, of we zijn een algemeen begrip gaan proberen te gaan formuleren op basis van die verschillende invalshoeken. We hebben dat in eerste instantie we blijven onderzoeken. Dus we hebben dat gedaan vanuit conceptanalyse. Dus echt wel een intensieve literatuurstudie. Dat we hebben uitgevoerd om een concept te gaan ontrafelen en te kijken wat houdt dat nu juist in. We hebben ook focusgroepen afgenomen, eerste lijns professionals, omdat het ook heel belangrijk is. Hè, blijft een concept van en voor professionals, maar ook patiënten. Dus het is heel belangrijk om ook met hen in gesprek te gaan over oké, hoe kijken jullie daarnaar? Waar botsen jullie eventueel op? En hoe verstaan jullie dat concept? Maar ook zijn we zeer belangrijk in gesprek gegaan met patiënten met een chronische aandoening. Dus de personen met effectief die chronische aandoening. En vanuit die verschillende invalshoeken zijn we eigenlijk in staat geweest om de belangrijkste componenten van doelgerichte zorg te gaan formuleren. Goed, en ik wil jullie eerst meenemen in het verhaal van die conceptanalyse, dus echt die diepgaande analyse van de literatuur. Ik ga daar niet te lang bij stilstaan bij die methodiek, maar weet dat dat een methodiek is om op een systematische manier eigenlijk een concept te gaan vormgeven. Op een, waarbij je start van een concept selecteren tot een preferenten definiëren, moeilijke bewoording, maar waarbij dat stap 4, 6 en 7, die attributen definiëren, die antecedenten identificeren en die consequenties identificeren, toch de belangrijkste stappen zijn. Waarbij dat die attributen eigenlijk echt wel de karakteristieken zijn van, in ons geval doelgerichte zorg, die antecedenten, al de zaken die eigenlijk vooraf moeten gaan aan toepassen van doelgerichte zorg, en die consequenties eigenlijk wat de gevolgen zijn, of in ons geval potentiële voordelen van toepassen van doelgerichte zorg. Dus ik ga daar nu bij stilstaan. Gewoon heel kort, het is een literatuurstudie. Dus we zijn uiteraard in de wetenschappelijke literatuur via de verschillende wetenschappelijke databanken gaan kijken van welke literatuur kan ons iets bijdragen over die kennisopbouw van doelgerichte zorg. Dus we hebben daar Goldhunted Care, de Engelse vertaling en verschillende synoniemen voor gebruikt om dat te gaan toepassen. En daarop vonden we in totaal 37 artikels die we met onze fluostift zijn doorgegaan naar alle elementen die ons eigenlijk konden bijdragen tot die kennis. En op basis van de literatuur zagen we dat we doelgerichte zorg eigenlijk dat er twee zeer belangrijke kenmerken in zijn. We hebben aan de ene kant zien we dat doelgerichte zorg een zeer dynamisch en iteratief proces is. We staan uit drie verschillende fasen. In het Engels genoemd goal elicitation, goal setting en goal evaluation, of een soort herkennend gesprek. Niet de meest correcte vertaling, maar een doelbepaling en een evaluatie, naar die reflectie eerder. En dat doorheen heel het proces, dat die context van de patiënt en die noden en die wensen van die patiënt zeer belangrijk zijn en moeten meegenomen worden in heel het proces. Dat was misschien wat korter in de bocht, maar ik ga daar dieper op stilstaan aan de hand ook van een casus. En daarmee ook wat praktijk, misschien wat meer een praktijkvoorbeeld aan te koppelen en dan de theoretische onderbouwing die wij gevonden hebben. En daar wil ik jullie eerst Jozef voorstellen. Hij is denk ik een klassiek voorbeeld van iemand die leidt aan misschien de chronische aandoeningen. Altijd een gepassioneerd tuinierder geweest, gewoon de familiezaken, het spelen met de kleinkinderen, maar ook altijd een gepassioneerd fietser. Wat hem de laatste tijd van de kant heeft geschoven, maar graag terug wilt opnemen. En dat is iets, zijn wens of zijn doel is eigenlijk terug te gaan fietsen met vrienden gedurende het weekend. En dat is iets dat hij gaat bespreken met zijn arts. Dus eigenlijk als we terug gaan naar dat dynamisch proces, dat we zagen dat doelgerichte zorg is, dan beheerst dat verkennend gesprek. In dat verkennend gesprek is eigenlijk de bedoeling dat een persoon in staat gesteld gaat worden om zijn verhaal te delen, om te gaan delen van wat die doelen zijn, wat daarin belangrijk is voor hem, in het geval van Jozef, terug die wens te gaan delen om te gaan fietsen. En dat gebeurt in een zeer open communicatie, waarin vertrouwen, respect en vooral die relatieopbouw tussen die persoon, ik neem nog gemakkelijk het woord patiënt te noemen, tussen die patiënt en de hulpverlener. Dus het is heel belangrijk om die context te schetsen, of dat vertrouwen te voorzien, om toe te werken naar de relatie die nodig is om eigenlijk daar toch een succesverhaal van te maken. Dus dat verkennend gesprek op die goal elicitation zien we eigenlijk echt als een soort van eerste fase binnen het gesprek.
En in de tweede fase zien we, kijk, hè, we hebben nu die relatie opgebouwd, die context is geschetst, de patiënt heeft zijn verhaal kunnen vertellen en we weten eigenlijk al wat er wel belangrijk is in dat leven of ja, in het leven van die persoon. Zijn we eigenlijk in de tweede fase, gaan we dieper ingaan op die doelen. In het geval van Jozef is dat van, kijk, ik wil terug gaan fietsen en bespreekt dat met zijn huisarts. Ze discussiëren daarover, want ze komen niet tot een consensus of naar gelang intensiteit of naar, ja, naar inspanningen. Maar ze vinden in de discussie toch een overeenkomst dat je elke week de eerste uren mag mee gaan fietsen in plaats van een volledige namiddag en daardoor eigenlijk zijn intensiteit of zijn inspanning terug kan opbouwen. Hiervoor past ook de huisartsmedicatieschema aan, bespreekt ook met de cardioloog. Dus het wordt eigenlijk, de context wordt geschetst dat het mogelijk is dat Jozef terug gaat toewerken naar het fietsen. Dat we dat zien in de literatuur, is dat eigenlijk een heel belangrijke fase, die doelbepaling. Omdat het echt gebaseerd is op die interactie tussen die patiënt en de hulpverlener op basis van samenwerking, discussie, een beetje onderhandeling, waarbij dat zowel de patiënt zijn doelen deelt, zijn levensdoelen deelt, als de hulpverlener zijn vaardoelen deelt. De bedoeling is dat je daar tot een gezamenlijk iets van komt, en steeds de doelen van de patiënt eigenlijk een beetje vooropgesteld, dat er nog kan toegewerkt worden naar hetgeen wat er voor die patiënt belangrijk is. En opnieuw, denk terug aan die vraag die ik in het begin heb gesteld van what matters to the patient, echt wel centraal stellen binnen deze fase. Die doelen die gaan dan vervolgens ook het zorgplan bepalen of die gaan gereflecteerd worden in het zorgplan, zodat het ook mogelijk is om als hulpverlener op basis van dat zorgplan waarbij de levensdoelen centraal staan, zorg te gaan verlenen. En in de laatste fase zagen we dat een soort evaluatie, we hebben het nu evaluatie genoemd, maar het gaat eerst over een reflectiefeedback op die eerste twee fasen, waarbij dat in het geval van Jozef dat hij met de huisarts afspreekt om na 3 maanden een keer te evalueren van kijk, is dat voor u nog altijd belangrijk dat fietsen? Moet de intensiteit verhoogd worden of verlaagd worden? Is de gezondheidsstatus veranderd? Zijn voorkeuren veranderd enzovoort? Dus dat laat ons eigenlijk toe, die derde stap, of die derde iets, dat laat ons eigenlijk toe om te reflecteren over heel dat proces en feedback te geven op het proces, om te gaan kijken van, kijk, zijn die doelen niet per se al dan niet behaald? Het gaat niet om het behalen van doelen, het gaat eerder over het toewerken naar doelen, naar die doelen een grote tijd te laten vormen door het zorgproces en een keer in kaart brengen van, ja, zijn er nu nog andere zaken belangrijk geworden voor u, ja of nee? En dat laat ook, die derde fase van evaluatie, laat ook toe om echt dat dynamisch proces wat te ja, versterken of te karakteriseren. En waarbij dat je zegt van, kijk, nee, er zijn toch wat dingen aangepast. Je gaat terug naar die doelbepaling of je gaat terug naar die eerste stap van goal elicitation of een verkennend gesprek. Dus die drie zaken die staan eigenlijk allemaal in verband met elkaar. En je moet het niet zien als een soort checklist van, heb ik nu al die doelen bepaald? Hebben die nu behaald, ja of nee? Het gaat echt over de manier van ja, zorg aanbieden en de manier van een gesprek gaan met een patiënt. En daarom zijn ook die waarden van die patiënt enorm belangrijk. Dat zijn geen aparte stappen waarmee rekening moet gehouden worden, maar dat zijn echt die onderliggende waarden binnen doelgerichte zorg, waarbij dat je ziet dat die sociale context, voornamelijk de culturele context van de persoon, ontzettend belangrijk is, omdat die moeten meegenomen worden in het op maat maken van heel dat zorgproces. En we zien, ja, ik heb het al een paar keer laten vallen, doelgerichte zorg is tijd om de noden en de wens van de patiënt en daaraan tegemoet te komen. Dus het is heel belangrijk dat die patiënt aangemoedigd wordt om na te denken, om te reflecteren over zijn eigen agenda, over zijn eigen handel en dat we kunnen toewerken naar hetgeen wat belangrijk is. Dus dat zijn zo twee zaken die eigenlijk door een hele proces moeten meegenomen worden en misschien wel centraal kunnen staan in het hele proces. Wat waren zo wat de karakteristieken? Die moeten eigenlijk allemaal, of die componenten moeten eigenlijk aanwezig zijn voordat we kunnen spreken van doelgerichte zorg. Maar we zeggen ook op basis van de literatuur dat het niet zomaar mogelijk is om direct te beginnen met een verkennend gesprek of direct heel het proces aan te gaan. Maar we zien ook dat het belangrijk is, die antecedenten, dat er zaken worden gedaan voordat we aan dat proces kunnen starten. En dat het op twee niveaus, op basis van de literatuur zeggen dat het op twee niveaus was. 1, die voorbereiding van die patiënt,
De patiënt moet in staat gesteld worden om kritisch na te denken over zijn of haar doelen, om ook op een andere manier misschien in gesprek te gaan met die hulpverlener. Misschien niet die meer afwachtende positie, als dat nog het geval is, aan te nemen, maar echt wel mee actief dat gesprek te voeren en in communicatie te gaan met de hulpverlener. Dus je moet die vaak geen doel stellen. We zien ook bij de hulpverlener dat die training nodig hebben, vaardigheden nodig hebben om op de juiste manier in communicatie te gaan en ook om meer de patiënt misschien aan het woord te laten. Maar als dat allemaal gelukt is, als we die patiënt goed voorbereid hebben, als we die hulpverlener goed voorbereid hebben en we hebben die stappen of we hebben de principes van doelgerichte zorg toegepast, dan zien we dat dat wel wat voordelen kan hebben. Op basis van de literatuur zien we dat dat toch wel mogelijke voordelen gaan hebben. Een belangrijke kanttekening is dat er nog veel verder onderzoek moet naar gedaan worden. Maar we zien voordelen op het niveau van opnieuw die patiënt, hulpverleners als het zorgsysteem. Voor die patiënt, ik denk dat het redelijk duidelijk is aan de patiënt zich op deze manier veel meer gehoord gaat voelen. Die gaat zich veel meer begrepen voelen, gaat zich daardoor ook meer tevredener voelen. En dan blijkt dat toch die betrokkenheid binnen de zorg en gerelateerde therapie trouwheid toch wel gaat versterkt worden, of dat die verbetert. Voor de hulpverleners zien we dat er eigenlijk een toegenomen jobtevredenheid is, omdat die ook merken van, kijk, die patiënt is meer betrokken, die is enthousiaster, die volgt beter ook wat ik graag zou hebben dat hij zou doen. Dus die jobtevredenheid gaat verhogen en ze zien ook een verbeterde samenwerking, zowel tussen de patiënt als zichzelf als hulpverlener, als tussen de hulpverleners onderling, omdat ze met de blik in dezelfde richting kunnen staan. En voor het zorgsysteem zien we dat er minder kosten zijn, aangezien dat er potentieel minder behandelingen worden voorgeschreven en minder fragmentatie, omdat al die blikken van iedereen in dezelfde richting kunnen staan. Dat er geen versnipperde trajecten meer zijn voor de patiënt, maar dat al die trajecten kunnen samenvloeien gericht naar de levensdoelen van die patiënt. En als we dat dan samenzetten in één groot overzicht, dan krijgen we dit model, maar opnieuw kort samengevat, zowel de hulpverlener als de patiënt moeten voorbereid zijn. De patiëntenwaarde staat centraal in het midden. We hebben die goal, dat verkennend gesprek, die doelbepaling, die reflectie, die evaluatie. En het heeft verschillende voordelen op verschillende niveaus. En die dat al een heel mooi beeld geeft van wat doelgerichte zorg kan inhouden op literatuur. Maar het is belangrijk, literatuur is gebaseerd op onderzoek. Onderzoek heeft natuurlijk ook zijn... Het heeft heel veel voordelen, maar misschien ook zijn beperkingen. Dus het is ook heel belangrijk dat we zelf in gesprek zijn gegaan met de eerste lijns professionals, om daar ook zicht op te krijgen van, kijk, hoe kijken zij naar doorgerichte zorg? Hoe definiëren zij dat? Hoe passen zij dat toe in hun praktijk? En dat hebben we gedaan aan de hand van verschillende focusgroepen. Zoals jullie misschien weten, focust de Academie voor de Eerste Lijn zich op verschillende topics. Ook interprofessionele samenwerking en zelfmanagement zijn belangrijke onderzoeksgebieden. En die focusgroepen die wij nu gebruiken om te kijken van, waar houdt doelgerichte zorg juist in, kaderen ook binnen die topics. En eigenlijk zijn we daar aan de hand van 4 verschillende stadia van focusgroepen gaan bekijken wat dat inhoudt. Dus in de eerste wave hebben we eigenlijk een gezamenlijke focusgroep gedaan voor mensen van eigenlijk een pilootfocusgroep van leden van de academie zelf, met expertise in een van die 3 topics. In de tweede fase zijn we die topics gaan opsplitsen. Was er ook eentje afzonderlijk mee. Mensen die al op dagdagelijkse basis bezig zijn met doelgerichte zorg, hebben die samengezet om een keer te horen hoe dat zij ernaar kijken naar het concept. Ze hebben datzelfde gedaan voor zelfmanagement en interprofessionele samenwerking. En dat liet ons toe om eigenlijk toch een zeer representatief beeld te krijgen van eerste lijns professionals, al dan niet met ervaring in doelgerichte zorg, om te kijken wat dat inhoudt. En in een derde wave hebben we eigenlijk terug een selectie gemaakt van de eerste lijns professionals van wave 2, om die samen te zetten in een overkoepelende focusgroep en nog wat dingen af te toetsen of onduidelijkheden uit te klaren. En specifiek voor doelgerichte zorg hebben we ook nog een 4e focusgroep afgenomen, gericht naar mensen die eigenlijk al enkele jaren heel erg aan het inzetten zijn op doelgerichte zorg, die ook een van de methodieken hebben ontwikkeld om dat toe te passen in de praktijk. En jullie zien rechts in het kolommetje dat we eigenlijk een zeer mooi
ja, interdisciplinair panel, als ik het zo mag zeggen, hebben verzameld om echt ja, te kijken naar de eerste lijn vanuit verschillende blikken. Opnieuw heel kort, hoe hebben we dat aangepakt? Eigenlijk de bedoeling was om echt heel dicht te blijven in hetgeen wat de eerste lijns professionals zeiden, om echt te gaan beschrijven hoe dat zij daarnaar keken, om heel dicht bij hun eigen ja, leefwereld en eigen ervaring daarmee te blijven. We hebben dat gedaan aan, het is een moeilijke term, fenomenologische hermeneutische benadering, maar dat liet ons toe om eigenlijk, kort gezegd, in eerste instantie te gaan kijken, wat zeggen die nu ons? Wat is ons eerste idee over de informatie die ze geven? In de tweede fase echt structureel daarin te duiken, om te gaan kijken van, ja, daarin te duiken en te kijken, oké, wat willen al die elementen ons nu zeggen? Om in een derde fase daar echt een zeer overkoepelend begrip voor te formuleren, met een diepgaande betekenis aan, om al die elementen aan elkaar te linken. En wat zeiden die professionals ons op het eerste gezicht? Is van, op zich ook niks nieuw, ook informatie dat we al weten, ook wel bevestigd in de literatuur, dat doorgerichte zorg eigenlijk zorg op maat aanbieden is. We zagen ook dat het een zeer intrinsiek gegeven is als hulpverlener. Ik denk dat velen onder jullie als hulpverlener, als ze mee bezig horen, misschien al denken van, ja, maar dat is toch de manier dat we altijd zorg aanbieden. Wij zien dat heel sterk naar voren komt. Ze zagen dat de bevestiging van, oké, je moet gefocust worden op patiëntendoelen. Een patiënt krijgt meer verantwoordelijkheid, opnieuw toegenomen tevredenheid. Maar er moet ook wel ondersteuning zijn vanuit die organisatie om doorgerichte zorg te kunnen gaan toepassen. Enzovoort. Dus dat zijn zo de eerste elementen, eerste woorden die naar voren komen als we met die professionals in gesprek gingen. En zoals ik al zei, is doorgerichte zorg op zich niks nieuw voor een hulpverlener. Ik denk dat er al heel veel mensen, we zijn in de zorgverlening gestapt of in de hulpverlening gestapt omdat we goed willen doen voor een persoon. We willen goed doen voor ja, naar heel de persoon. En het is ook een basisattitude van een hulpverlener om goed te doen. Maar een van die valkuilen dat we toch zien, is dat we allemaal geneigd zijn om een soort, of de meesten, ik kan het niet helemaal om de kam scheren, maar dat we de meesten wel geneigd zijn om die reddersrol op te nemen. Een reddersrol om effectief goed te doen voor een patiënt, maar dat we daardoor vergeten om ons soms misschien wat meer in de achtergrond te zetten en meer te richten op de patiënt zelf. Dus we moeten voornamelijk leren om niks te doen en leren samen te werken met die patiënt opnieuw in die communicatie in te gaan. Dus wat er ook werd gezegd is, we moeten dus een valkuil dat we gaan zoeken naar middelen, we zoeken naar strategieën en soms moeten we eerst even stilstaan bij die doelen van die persoon en van daaruit vertrekken. Maar ook nog nieuw was tegenover eigenlijk de literatuur die we gevonden hebben, is dat die patiënt moet geïnformeerd zijn. Ik heb al gezegd dat de literatuur bleek dat patiënten dat er een samenwerking is, dat er een discussie is en onderhandeling is over die doelen, dat ze van beide partijen die doelen kunnen delen. Maar het is wel belangrijk dat die patiënt ook voldoende geïnformeerd is, dat hij ook wel geïnformeerd is over mogelijke gevolgen voor zijn gezondheid als een bepaalde keuzes gaat maken of bepaalde doelen gaat vooropstellen. Dus het is heel belangrijk dat die patiënt voldoende geïnformeerd is en wel doordachte keuzes kan maken. Dat leidt ons ook toe door die geïnformeerde patiënt om die meer eigenaarschap te gaan geven, werd ook zo vernoemd, die meer eigenaarschap te gaan verlenen om ja, effectief in een gelijkwaardige interactie te kunnen gaan met de hulpverlener. En dat de hulpverlener opnieuw misschien eerder zo die coachende rol moet opnemen om die patiënt te begeleiden in het hele proces. Daarin ja, zich misschien, ik wil niet zeggen op de achtergrond plaatsen, want dat is het niet. Het gaat echt wel over een gelijke balans, een gelijke relatie tussen de hulpverleners, maar daar toch een belangrijke rol in kan nemen. Dus voldoende informatie geven over alle mogelijke beslissingen over de gezondheid is een zeer belangrijke stap. En dan zien we ook, of het werd ook aangegeven door de professionals, van ja, die doorgerichte zorg laat ons eigenlijk wel toe om op een andere manier interprofessionele samenwerking te stappen, om die op verschillende niveaus faciliteert interprofessionele samenwerking, bevordert ook interprofessionele samenwerking, omdat je doelgerichte zorg in C misschien ook wel als een team doet. Je werkt als een team samen naar
naar die doelen van die patiënt. Het maakt het misschien gemakkelijker om taken te verdelen of taken door te schrijven is misschien wel oneerbiedig, maar te kijken wie heeft de juiste expertise om mee te werken aan het doel van die persoon. Dus bepalen wie er betrokken wordt, moet worden in een team. En het faciliteert echt de gedeelde visie, voornamelijk bij personen met complexe problemen. We zien dat bij personen met complexe problemen, die interprofessionele samenwerking is misschien niet altijd nodig, maar bij complexe problemen kan dat toch echt wel een meerwaarde bieden om even met iedereen aan de tafel te zitten na te denken hoe kunnen we nu werken aan de levensdoelen van die persoon. Belangrijk is daar ook dat er werd in aangegeven dat we die patiënt daar toch moeten in betrekken als volwaardig lid binnen dat team, maar ook de sociale context, denk aan mantelzorgers die rechtstreeks verband staan met de persoon, om die toch te betrekken binnen die zorg, om ook die visie van de patiënt effectief al volwaardig te kunnen meepakken binnen een team. Wat we daar nog zien, want ik denk dat dat ook geen of een vraag is dat ik in mijn andere presentaties heel vaak krijg, is ja, maar dat kost toch heel veel tijd, hè? Allemaal hoe en wel, we zien heel veel voordelen, het heeft heel veel voordelen op verschillende vlakken. En natuurlijk moeten we op deze manier zorg aanbieden, maar in de praktijk is dat niet mogelijk. Dat kan kloppen. Het kost inderdaad misschien wat meer tijd om dat verkennend gesprek te voeren, om die doelen te gaan bepalen, om die patiënten te informeren, te betrekken enzovoort. Het is veel gemakkelijker om een voorschrift te geven en hier, dit is wat je moet doen. Maar het is die tijdsinvestering wel waard. Het is een investering van tijd, het is geen verspilling van tijd. Een tijdsinvestering lijkt op het eerste zicht een grootste obstakel om doelgerichte zorg te gaan toepassen. Maar we zien wel op termijn dat er minder weerstand is doordat die patiënt zich gehoord gaat voelen. Dus op termijn gaat je veel minder energie moeten verspelen aan de patiënt overtuigen van overtuigen van bepaalde behandelingen of bepaalde hulpverleningsstrategieën, omdat die weerstand gaat verminderen. Dus het is op dat vlak echt wel een investering van tijd, maar het kost inderdaad in het begin misschien wat meer tijd. En wat daarvoor kan helpen, is misschien, of wat vaak werd aangegeven, is dat er een noodzaak is vanuit de professionals, maar ik denk dat op verschillende niveaus noodzaak aan is om een soort registratiesysteem of evaluatiemethoden te ontwikkelen voor doorgerichte zorg. Een registratiemethode dat toelaat om, bijvoorbeeld als een voorbeeld van een thuiszorgverpleegkundige geven, van ik ga bij een patiënt morgens langs, op mijn papier staan, op mijn plan staan, ik moet vandaag een ochtendtoilet geven. Die vrouw wil dat niet. Ik ga ook op weerstand botsen als hij niet wilt. Er waren veel meer andere zaken die een belangrijke rol spelen voor die vrouw die ochtend. Dus ik ben eigenlijk die moment in mijn gesprek gegaan. Ik heb daar ik heb misschien wat administratieve zaken eerder op mij genomen en die mevrouw proberen te geruststellen. Maar dat is niet wat mijn papier stond voorgeschreven. Dat kan misschien wel heel die behandeling of heel het bezoek aan die vrouw paste misschien binnen doorgerichte zorg, maar ik kon dat nergens registreren en kon op die manier ook niet bewijzen dat hem de zorg heeft aangeboden die hij moest aanbieden die ochtend. Dus om ook die bestaansredenen misschien wat duidelijker te maken van doorgerichte zorg, om ook beleidsmakers misschien te overtuigen van belang daarvan, is het wel belangrijk om die erkenning te geven, om wel toe te werken naar van kunnen we, is doorgerichte zorg effectief beter? Hoe kunnen we dat in kaart brengen om al die voordelen effectief in kaart te brengen en om hulpverleners in staat te stellen om effectief doorgerichte zorg te gaan toepassen en daar ook voor beloond te worden. En als we dat dan al die zaken gaan samenzetten, wat zijn de belangrijkste zaken die nieuw waren ten opzichte van de literatuur eigenlijk, dan zijn er eigenlijk 5 concepten of 5 begrippen die daar heel hard in centraal staan bij de eerste lijns professionals. Ik heb ze in het Engels gezet omdat ik het wel leuk vond dat er 5 C's waren. Connection, communication, collaboration, common language en context. Waarbij, ik heb het al een paar keer gezegd, dat die verbinding tussen de patiënt en de hulpverlener centraal staat. Dat die samenwerking er is op verschillende niveaus. Dat die context wordt meegenomen wordt. Dat die communicatie er is, ook op verschillende niveaus. Waarbij dat die communicatie toch op een gelijkwaardige manier wordt gedaan. En dat er een soort van
common language, gedeelde taal, gedeelde gemeenschappelijke basis is tussen de hulpverlener en de patiënt. Dat zijn zowel vijf concepten, of vijf concepten zijn, nee, vijf begrippen die centraal staan voor de eerste lijns professionals bij het aanbieden van doelgerichte zorg. En dan hebben we nog een derde invalshoek. Ik denk dat je al gemerkt hebt op basis van de literatuur, op basis van de professionals, dat daar heel veel overeenkomsten zijn, dat op zich niks nieuws, dat elkaar heel mooi aanvoelt. En je gaat zien dat er bij die diepte-interviews met die patiënten eigenlijk ook zo is. Dus we zijn in een derde stap zijn we ook diepte-interviews gaan afnemen met personen met een chronische aandoening, volwassenen die in staat waren uiteraard om te reflecteren over hun zorgsituatie en die ook beroep deden op hulpverleners in de eerste lijn, zodat we ook een, dat ze konden meepraten over de eerste lijnzorg die ze ontvingen. Daarop ook opnieuw met de doelstelling, effectief, specifiek met vragen om toe te werken naar een algemeen begrip van doelgerichte zorg. En je ziet ook opnieuw in het tabelletje rechts dat we er eigenlijk in geslaagd zijn om een zeer mooie verspreiding in leeftijden, vanuit een jonge populatie hebben kunnen aanhoren en ook wat aandoeningen, dat we eigenlijk echt wel een zeer mooi beeld hebben in de aandoeningen. Wat heel fijn is om zo genetisch mogelijk beeld te kunnen schetsen. En opnieuw, zagen we wat dezelfde zaken. Hè. Vanuit de patiëntenkant spreek ik dan, is het belangrijk ook dat ze vinden dat hun doelen aan hoort worden. Dat er verbinding wordt gezorgd met hun hulpverlener, dat er geluisterd wordt, dat die hulpverlener niet enkel zijn eigen agenda op tafel legt en gewoon het probleem gaat beschrijven en de juiste medicatie of behandeling gaat voorschrijven, maar dat er echt wel geluisterd wordt. Dat je het gevoel hebt als patiënt dat je aanhoord wordt. En wat heel mooi gezegd werd, is van een persoon is ervaringsdeskundige van het eigen lichaam. Je zit aan de tafel met mensen met gelijkwaardige expertise. Aan de ene kant medische expertise, aan de andere kant expertise over het eigen lichaam. En ze vinden het belangrijk dat ze ook hun eigen expertise kunnen delen. En dat er gewoon op een empathische, begripvolle manier geluisterd kan worden naar hen als patiënt. Ik ga daar niet één voor één doorgaan door hetgeen wat we gevonden hebben met die patiënten. Waarom niet? Omdat het herhaling zijn van hetgeen wat ik al gezegd heb, omdat we opnieuw zien dat het enorm belangrijk is voor die patiënten om hun doelen te kunnen zetten, om die interactie te hebben, om daar samen met hun hulpverlener over na te denken. Dat er interesse is in de persoon zelf en dat advies ook wel aangepast is aan de leefsituatie van de context van die persoon. Dus dat komt heel mooi overheen met hetgeen wat we vonden in de literatuur en in de focusgroepen met de professionals. Maar toch om dat beeld te schetsen van wat komt daar nu het meeste in naar voren bij die interviews met de patiënten, wordt er hier eigenlijk duidelijk weergegeven. We hebben die PESO, een persoon met zorg en ondersteuningsnood, patiënt, cliënt, bewoner, etc. Die eigenlijk constant geconfronteerd wordt met die chronische aandoening. Die wordt constant geconfronteerd met veranderde situaties, met dingen die misschien minder goed lopen en met een lichaam dat misschien niet altijd wilt meedoen wat ze graag hebben dat er meegaat. En daarom zijn drie pijlers wel heel belangrijk om toch te kunnen omgaan met die chronische aandoening. En dat is aan de ene kant de emotionele vaardigheden van die hulpverlener, die enorm belangrijk zijn om dat empathische, om dat begripvolle te uiten. Die persoon dat uniek is, elke persoon is uniek en niet over dezelfde kam gescheerd worden. Iedereen met pakweg dezelfde chronische aandoening gaat dit ook anders beleven, gaat toch andere noden uiten. Dus het is belangrijk om dat eigenaarschap van die persoon te herkennen en die uniciteit van die persoon te herkennen. En opnieuw daarin de context mee te nemen, voornamelijk de sociale context van familie, vrienden of die ondersteuning dat mensen kunnen hebben binnen hun sociale context. Dus op basis van die zaken zien we dat het heel belangrijk is om samen die mensen en de doelen op te stellen, die ook opnieuw onderhevig zijn aan verandering, dat die mensen en doelen ook steeds kunnen aanpassen naargelang die nieuwe noden of voorkeur van de patiënt, die ook beïnvloed worden door deels het verleden, hetgeen wat de patiënt al heeft meegemaakt, wat ook uiteraard het hele levensverhaal gaan die wensen en doelen opstellen. Ze zien opnieuw dat het een zeer mooi iteratief geheel is dat onderhevig is aan veranderingen
En wat er misschien wel losstaand van effectief doorgerichte zorg te gaan aanbieden, wat we zien in de toekomst, is dat we voor heel veel uitdagingen staan, zowel op beleid, dat misschien moeten overtuigen. Ik denk niet dat ze nog overtuigd moeten worden van het belang van doorgerichte zorg, maar wel de nodige zaken moeten faciliteren om doorgerichte zorg uiteindelijk te kunnen implementeren, duurzaam te kunnen implementeren in de praktijk, maar ook op onderwijs, waarbij dat patiënten ook wel aangeven van, het begint al bij onderwijs. Hè. Ze moeten in onderwijs al te leren op een andere manier met de patiënt om te gaan. Daar wordt momenteel heel hard op ingezet. Maar dat is nog altijd iets van, dat kan misschien nog beter. En we zien dat die oudere generatie van hulpverleners misschien iets meer vastgeroest zijn in een denkpatroon van, ik moet het zo en zo aanpakken, zonder eerst stil te staan bij de patiënt zelf. Dus dat is eigenlijk het verhaal het is hetzelfde verhaal vanuit de professionals en vanuit de literatuur en het onderzoek dat we gezien hebben, maar het wordt ook nog eens extra bevestigd eigenlijk door die patiënten die een ontzettend belangrijke partner zijn binnen doorgerichte zorg en die gaan zorgen dat het valt of staat. Dus als we heel met een uitleg van het afgelopen die half uur samen nemen. Dus we hebben die drie invalshoeken gehad, over de literatuur gehad, over de hulpverleners gehad, over de patiënten gehad. Komt er heel sterk uit de literatuur. We hebben dat proces van die drie fases, dat verkennend gesprek, de doelbepaling, de reflectie. Zeer centraal staan die wensen en die noden van die patiënten. En het is ontzettend belangrijk om die context mee te nemen. Bij die hulpverleners zien we, het is iets intrinsiek. Ieder hulpverlener heeft dat in zich. Maar het vraagt misschien nog eens even een reflectie op de vaardigheden die je moet gaan toepassen en misschien nog eens extra training, echt in de principes van doorgerichte zorg. Het is ook een taak eigenlijk om patiënten te gaan informeren over de juiste gezondheidskeuzes of de mogelijke gevolgen van gezondheidsbeslissingen of doelen. We zien voor de hulpverleners dat interprofessionele samenwerking kan faciliteren, versterken, leiden. En voor de patiënten zien we dat doorgerichte zorg kan helpen om echt die vertrouwensrelatie meer op te bouwen, zich veel meer gehoord te voelen, maar dat het voornamelijk moet starten vanuit de opleiding en beleid. En als we dat dan nog eens zeer schematisch gaan overzien, komen we eigenlijk hierop neer van opnieuw die context centraal, wensen en doelen centraal, drie verschillende fases met telkens hun verschillende tussenstapjes. Dat lijkt nu zeer procesmatig, maar ik wil nog eens tot slot heel graag benadrukken dat doorgerichte zorg iets wel gaat over de gedachtegang meepakken. De gedachtegang meepakken in hoe dat je in communicatie staat met je persoon, met je patiënt en hoe dat je in gesprek gaat moeten gaan met die patiënt. En dat dat echt het voornaamste is binnen heel dit verhaal. En dat is hetgeen wat ik jullie vandaag wou brengen over doorgerichte zorg.